Er is hier al heel veel ambiance in de studio. Hartelijk welkom bij Hadi Misha. Ook vandaag hebben wij weer een gast en het is een leuke man. Het is Joren Dumont. En Joren Dumont was de man van Blind Getrouwd, die getrouwd is en ondertussen ook alweer gescheiden. Zo is dat, ja. Zullen we daarop drinken? mooie intrigeren. We gaan daarop drinken. Welkom, welkom, welkom. Dus ja, nu moeten we wel eerst drinken, hè? Want klinken zonder te drinken, dat gaat niet, hè? Graag. Welkom. Dank u. Voor jou is het natuurlijk een heel ander leven dan dat je had een jaar geleden, hè? Veronderstel ik. Ja. Toch ja, een beetje. Ja, wel toch wel. Ja, want als je nu de straat oploopt, mensen herkennen je nu. Dat gebeurt wel eens, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar we beginnen daar niet. We beginnen helemaal bij het begin. DNA. Yes. Waar ben jij geboren? In welk soort gezin ben jij geboren? Vertel eens. Ja, wel, ik ben geboren 37 jaar geleden in het Erasmus ziekenhuis in Anderlecht. Ah ja. Ja. Ik ben daar eigenlijk 6 weken te vroeg uitgefloept. Ah ja, maar we zien hier een foto met jouw mama. Dus ja. Echt, daar ben je heel pas geboren volgens mij. Ja, ja. Ik zou een keer moeten vragen wanneer dat die foto juist getrokken is, maar ik zag er inderdaad nog wel heel klein uit. Ja. Ik heb een tijd in de couveuse moeten liggen, omdat ik veel te vroeg was. Hè. Je mocht niet naar huis. Ik kon niet direct naar huis. Nee. En je hebt er een paar weken geleden, dus dan moest jouw mama altijd op en neer. Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed, Misha. Dat is of is zij ook en... daar gebleven? Dat weet je niet meer. Dat zou ik een keer moeten vragen. Ja. Maar dan, meestal als je in de couveuse ligt en je mama is er niet, ja, dan schakelt men over op andere voeding. Hè. Dan is het geen borstvoeding, hè? Ja, ik had mij... Misha, zeg, als zo'n moeilijke vraag. Maar nee... Ik zie vooral ons moeder heel jong en met nogal een decolleté. Dat ze mij niet gaat onterven als ze ziet dat ik deze foto uit het... Maar ja, waarom? Ze staat er toch fantastisch mooi op. Zo fier als een gieter met jou in de armen. Het is een lieve. Ja. Het is een lieve. En vertel eens, jij bent de hoeveelste? Eerste, tweede, derde, eerste en laatste? Ik weet het niet. Ja, ik ben de oudste. Hè. De oudste van een gezin van 3. Allee, waarbij dat ik... mijn broer Sieger, die is 4 jaar jonger... Mm-hmm. En dan heb ik nog een halfbroerke. Ah, ja. Allee, broerke. Broer, de Bavo. En die is toch wel een 13 jaar jonger als ik. Uit het nieuwe relatie van jouw moeder. Ja. En heeft jouw vader ook nog kinderen met een andere vrouw? Nee. Onze pa die gaat als een echte Bourgondier door het leven. Ja, geniet van het leven. Ja. En die woonde eigenlijk de helft van de tijd in Lennik. Hè, dus in zijn huis. En die zit ook heel veel in Middelkerken aan de kust. Eigenlijk in Lennik is dat zo... Lennik is heel goed vertegenwoordigd in Middelkerken. En al die mannen, die hebben daar een appartement gekocht. En die beleven daar hun tweede jeugd. Ja. Hoe oud is jouw vader dan ondertussen? Hij is van 56. Januari 56, dus... Dan is hij 68? Ja, amai, dat is eigenlijk al oud, als ik dat zo... Allee. nee, dat is met lachen. Ja. We gaan dat uitvegen, hè, dat jouw vader dat niet kan horen. Nee. Dus jij bent dus in Lennik geboren en getogen, hè? Zo zeg ik het juist. En was jij een kind dat veel speelde? Ja, ons moeder zei altijd dat ik de braafste baby was van de 3. Baby? Oh, ja. Ze houdt het heel expliciet bij baby. Brave baby. Ja. Daarna ben ik altijd een beetje meer deugeniet geworden, denk ik. Ja. Maar nu is dat dan terug voor beelding. Ja. We hebben al een paar fotootjes gezien als je klein bent. En je ziet dat aan jou. Er zit zo hier en daar een deugenietenlach. Kijk, als je dit ziet. Hè? Zo, daar lach je zo. Jawel. Schattig. Ja, schattig. Ja, maar zo deugeniet. Hè. Zo, dan liep je zo een beetje naar boven. Zo van, wat ga ik hier... Zie, kijk, voilà, dat is toch deugeniet. Hè? Ja. Maar je zegt in Lennik, want Lennik, dat is wel dicht bij Brussel, maar is eigenlijk een gemeente. Hè? Dus kinderen spelen op straat, er is een grote community, de mensen kennen elkaar allemaal nog. Jij bent daar blijven hangen, want jij hebt het huis van jouw grootouders gekocht.
gekregen? Ja, dat klopt. Nee, dat is waar. Maar bij mijn grootouders was het altijd zo van... Allee, dat was echt hun grootste droom dat dat in de familie zou blijven. Ja. Mijn grootouders die zijn net voor de uitbraak van de corona eigenlijk... heel kort op elkaar, alle twee overleden. Dat was eigenlijk quasi een uitgemaakte. Ik weet nog dat onze Peter dat zei op zijn sterfbed. Van, doe mij je plezier en zorg dat je alsjeblieft dat huis... Dat was zijn huis, ja. ...koopt. Hè, en dat moet je kopen van de erfgenamen. Want dan heb jij dat helemaal gerenoveerd. Ik heb in een van de bladen, waar een interview stond met jou, heb ik al die foto's gezien. Maar je hebt dat fantastisch. Schoon, hè? Maar ja. Maar daar ben ik ook wel fier op. Ja, en ook prachtig ingericht. Heel erg mooi. Ja. Heel goed. Maar we gaan dadelijk verder babbelen. We gaan nu eerst wat muziek draaien. Oké, dat is goed. En je hebt heel veel Nederlandstalig gekozen, wat heel leuk is. Maar jij bent ook een goede vriend van Christophe en die moest erbij, mijn beste vriend. Welkom terug. Joren van Blind Getrouwd is vandaag onze gast en we weten al dat hij geboren en getogen is in Lennek bij Brussel en dat hij daar, na het overlijden van zijn grootouders, het huisje van zijn grootouders gekocht heeft. Dat heeft hij er uitdrukkelijk bij gezegd dat hij het gekocht heeft. Ja, maar dat is ook zo. Maar ik moet daarmee lachen omdat je dat zo uitdrukkelijk zegt. Dat je niet denkt van, ik heb dat niet gekregen. Hè. Ik heb dat helemaal niet gekregen. Maar dan heb jij dat helemaal opgeknapt. En wie heeft jou geholpen? Oh, veel mensen. Ja. Veel mensen. Maar in het bijzonder, als ik er twee in de bloemetjes mag zetten nu. Ja, dat mag. Onze pa en mijn broer Sieger. Ja, maar broer. Die heeft daar wel iets aan overgehouden, hè, jouw broer. Ja, we waren eigenlijk op de oprit stond, dat zo'n garagepoortje. Maar dat huis is van 1934 of zo. Dus dat was eigenlijk een garage met zo'n gat waar dat eigenlijk geen auto door kan. Dat is te smal, te klein. Ja. Dus dat moest weg. En wij hadden een stelling. En zo met een drillboor, baksteen per baksteen. Ja, 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 ja. Dat spel aan het afbreken. En op een gegeven moment valt er een te groot stuk baksteen. Ja. In plaats van weg, zo op ons. En dus die stelling... krakt. Wij vallen alle twee op de grond. Mijn broer die ligt daar te kermen van de pijn eigenlijk. Je zag direct dat dat menes was. En eigenlijk hebben we die weggedaan. Ja. Naar het ziekenhuis direct. Ja, ja, ja. En ze hebben die zijn een dikke teen moeten amputeren. Maar ja, joh. Dat is echt waar. Dus... En heeft hij nu... 9 tenen. 9,5 nog een stoemken op die ene. En dat gaat? Want die speelt terug voetbal bij mij. Hier zien we trouwens een foto van jullie. Hè? Toen had hem nog zijn 10 tenen. Ja, ik wou je zeggen en daarom. En een brede glimlach. Maar ja, ik bedoel, niemand... Ik heb daar echt weken niet van geslapen. Hè. Ja. Echt waar. En we moeten... Allez. Oké, het is een teen kwijt, hè. Dat is niet plezant, maar het had veel erger kunnen aflopen. Ja. De chirurg zei, had dat stuk... verder gevallen? Ja, dan was hij misschien zijn been kwijt. Of... Ja. Dus ja. Ja. En dan, Christophe heeft jou geholpen met het interieur. Ja, ja. De zanger, Christophe, zeg ik Exact. Ja, de zanger. Ja, ja, ja. Ja. Ja, Christophe, die kan dat ongelooflijk goed. Ik weet niet of dat je weet hoe dat Christophe woont, maar dat is fantastisch. Nee, ik heb het nooit gezien, maar ik weet wel dat hij een heel mooi huis heeft en heel mooi ingericht ook. Ja, dat is niet normaal. Ja. En ik heb eigenlijk het geluk gehad dat hem... Christophe is ook iemand die regelmatig zijn huis een keer van stijl verandert. Ja. Ik heb toen het geluk gehad dat hem eigenlijk zijn huis zo'n beetje van stijl veranderde en dat ik eigenlijk zijn oude meubels stukken heb kunnen recupereren. Gekregen, ja. Dus toch iets gekregen. Ja, dat is waar, ja. Nee, maar dat is echt... Grapje. Christophe is iemand met een gouden hart. Ja, dat is absoluut zo. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Aan de kust, hè? Ja, exact. Mijn papa dat was een evenementenorganisator. Ja. En een van zijn opdrachten toen was om een kusttour zo te organiseren voor Rode Kruis Vlaanderen. Dat is zo'n show, afgesloten met een sterrenparade. Elke dag in een andere badstad, gedurende de zomer. Ja, ja. En was ik 15 jaar, liep ik daar dan een beetje rond als het zoneke van de baas. En moest jij niks doen? Moest je niet helpen met Jawel. Dus dan is het eigenlijk ook wel met een doel. Niet alleen rondlopen als het zoontje van de baas. Maar vertel verder. Micha. Dat is hier plezant, zeg.
Je kunt altijd nog weg, hè? Daar is de deur. Hè? Ik weet het, maar ik kan nog even blijven zitten. Ja, is goed. Dus Christophe. Christophe was een van die artiesten die geboekt werd. Hè. Natuurlijk, Christophe was toen nog niet zo... Weet je nog wanneer dat was? Want je zegt, je was 16 jaar. Je bent nu 37, dus dat is meer dan 20 jaar geleden. Meer dan 20 jaar geleden, ja. Want ik weet nog... Ik heb dat een paar keer gedaan, hè, die zomertour. Ik heb al 16-jarige heb ik vakantiewerk gedaan. Omdat mijn familie verbleef dan aan de kust twee maanden. Omdat die kusttour moest georganiseerd worden. En ik weet dat ik op mijn 16 jaar nog vakantiejob gedaan heb in Plopsaland. Ah, ja. Ik was toen echt plop. En dat is geen zwans. Jij was dus, in zo'n pak. Ja, met zo'n dikke kop, hè. Dus jij zou eigenlijk nog kunnen meedoen aan de Masked Singers. Jij zet er gewoon om zoiets op je hoofd te hebben. Ja, maar ik kan niet zingen en denk dat dat wel nodig is. Ja, je kunt oefenen, hè. Goed, we gaan muziek draaien. En nog iemand uit jouw streek is Wim Soetaar. Die ken je ook, hè? Ja, de Wim. Super toffe gast. Heel goed. Goeie componist ook, hè. Maakt mooie liedjes. Niet alleen goede zanger, maar schrijft ook heel goed. Ja. En een hele sympathieke, gewone gast zonder gesten. Dat is waar. De mensen die Blind Getrouwd een beetje gevolgd hebben, die weten dat ik daar op een gegeven moment een roze micro uithaalde in Bodrum op huwelijksreis. En zijn nummer zong. Allee, of probeerde te zingen. Tot grote vreugde van Lien, veronderstel ik. Ja, maar ja, Lien kent mij wel op die manier. Wat doet hem nu weer? Ja, ja. Maar dat is iets dat mij tot op de dag van vandaag nog altijd achtervolgt. En ik vind het niet erg. Zo ben je, hè? Wim Soetaar, allemaal. Voilà. Dus nu de echte Wim Soetaar, allemaal. Dat was Wim Soetaar, een nummer gekozen door onze gast, Joren uit Blind Getrouwd. Zeggen ze nu altijd Joren uit Blind Getrouwd? Of zeggen ze Joren Dumont uit Blind Getrouwd? Nee, die uit Blind Getrouwd, dat is gelijk met een nieuwe achternaam. Ja. Maar we zijn nog niet zo ver. We zijn nog maar bij de schooltijd. Want je zegt wel dat je een deugeniet was en dat je raffotte op de straat en dat je in de Giro zat. Misschien heb je het niet gezegd, maar ik weet dat je in de Giro zat. Want we hebben er foto's van dat jij met de groep in de Giro zit. En je bent naar middelbare school gegaan, waar? In Lennik nog. En lagere ook? Lagere school, middelbare school? Ja, maar niet in dezelfde school. Dus in de lagere school heb ik gedaan in De Kleine Prins. Oh, klinkt goed, hè? Ja. Okay. En middelbaar in het Sint-Godelieve Instituut. Het is te zeggen tot vierde. En vijf en zes heb ik dan afgemaakt in Halle. In het Heilig Hart Instituut. Okay. En welke richting heb jij dan gevolgd? Of was dat gewoon... Tot en met mijn vierde jaar economie-wiskunde. Ah, ja. Twee vakken die ik haatte. Dus heel raar dat ik die... Toch gekozen heb. Gekozen heb. Mijn talen, waar ik dan heel goed in ben... heb ik dan niet gedaan. Vijf en zes wel. Dan heb ik economie moderne talen gedaan. En kan dat zijn dat misschien jouw vader jou een beetje... Omdat jouw vader is een zakenman. Dat hij zo met zachte hand jou een beetje heeft gelaveerd? Nee. Mijn ouders hebben altijd gezegd van... Je moet doen in het leven wat je graag doet. Ja, dat is een goede credo. Hè? Die vrijheid heb ik altijd gehad. Ja. En een beetje te veel. Want na mijn humaniora-studies eigenlijk... heb ik nog het een en het ander geprobeerd, maar... verder te studeren. Seks, drugs zijn ook een rol, maar dat zou ook niet schoon zijn, moest ik dat hier zeggen. Maar het scheelde niet veel. En dan heb ik eigenlijk heel kort na mijn humaniora-studies, die ik wel in het ASO heb afgemaakt, maar heel veel zetten daar. Hier is een foto van, van jouw klas, hè? Dat's in middelbaar. Vierde middelbaar. Ja. En, net voor je wegging in die school. Dat is het laatste jaar dat ik in Sint-Godelieve Instituut gezeten heb. En je herkent mij in het midden met mijn beige pul van Levi's. Je bent daar klein, hè? Je bent toch geen kleine, maar daar ben jij nog klein, hè? Is lijkt mij zo. Ten opzichte van al die anderen. Ja, lijkt je wel. Ja? Oh nee, dat is een meisje dat ernaast staat. Daarmee dat hij wat kleiner is. Nee, vergeet het. Ik heb niks gezegd. We gaan verder. Dus je ging dan niet meer verder studeren, want dan ging je een job zoeken. Ik heb eigenlijk heel snel na mijn humaniora-studies een aanbieding gekregen om, ook via de papa, om te beginnen als eventproducer, werd dat gezegd, in een evenementenkantoor. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. Dat wij elkaar nooit zijn tegengekomen. Ja, dat is waar. Toch? Ik ben u vorig jaar tegengekomen op Waregem Koersen. Ja.
Maar dat was niet... Dat was plezant. Toen, hè. Ja, dat was heel plezant, maar dat was niet toen, hè. Nee, ik heb het erover dat je zegt dat je in de evenementen, hè, net zoals jouw vader, toch een beetje daarin hebt jouw eerste centjes verdiend, veronderstel ik, hè. Ja. En waar is het dan misgelopen? Nee, maar... Dat, ja, oh ja, je zet die man in Michel, zeg. Ja, zeg maar. Ben weg, hè. Nee. Zeg maar. Waar is het misgelopen? Maar je bent al op een bepaald moment gaan werken voor Carlsberg. Ah ja, dat doe ik nu ongeveer 12 jaar. Ja, dus, ja. Ja, en daartussen heb ik nog vertegenwoordiger geweest bij Loza, bij de fruitsapjes. Ah ja, maar dat zat dan al wel in die richting, hè? Ja, drank. Ja, en daarvoor nog bij Red Bull. Zie je, drank, hè? Dat toch een klein beetje in die richting. Maar ik drink dat niet, Gerre. Nee. Nee. Je hebt dat niet nodig, jij bent van je eigen al... Ja, toch. Jij bent toch heel aanwezig, hè? Dus jij hebt toch geen... Ja, soms een beetje te aanwezig. Ik moet eraan werken. Lien heeft mij daar veel op gewezen en terecht. Ik probeer daar nu echt aan... Jij zou dat misschien niet zeggen, maar ik heb daar wel veel uit geleerd. En dat meen ik. Ja. Alles komt altijd wel met een gevolg, hè? Ja. Dus alles wat je meemaakt in je leven, hè? Maar waarom? Misschien is dat een vraag voor Sebes, maar denk er alles over ja, na. Waarom heeft een man zoals jij, jong, onafhankelijk, een goede job, een goede pre, geld op de bank, een huis dat je verhuurt, een huis waar dat je in woont, waarom heeft hij blind getrouwd nodig om een vrouw te vinden? Ja, ik ga uw prachtige speech wel een beetje moeten nuanceren. Jong, ik ben 37 nu? Jaar. Nu? Ja, daarom dat ik zeg. Ja, wel, maar dus ja, nee, bon, ja, een paar relaties die mislukt zijn, uiteraard. Ja. En dan ja, begin je toch wel een beetje te denken aan die biologische klok. Hè. Allee, heel veel van mijn kameraden die hebben al... Kinderen. Ja, die hebben 2 kinderen. Ja, broer ook, hè. Ja. Zieger ook, ja. Op een gegeven moment en een beetje onder druk van de dames van onze marketingafdeling... De Karelsberg. Want Joren, dat is echt iets voor u, hè, maat. De Karelsberg. Ja. Dus hebben jou eigenlijk zo zot gemaakt dat je hebt gezegd, ik ga meedoen. Ja. Maar dan moet je ook nog toch al die proeven, je moet al die interviews, al die psychologen en psychiaters toch allemaal passeren. Ja, dus... Je wordt inderdaad wel heel goed geanalyseerd. Dat duurt ook wel even. Die psychologen die kennen me eigenlijk beter dan mijn eigen moeder. En die weten ook meer als mijn eigen moeder. Ja, die weten alles. Ja. Ik heb daar ook gewoon gezegd van... Ik wil hier niet dat er hier nog het een en het ander kan uitkomen of zo. Gewoon geen lijken uit de kast. Voilà. Nee, zoals de president in Amerika. Voilà. Oké, goed. We gaan wat muziek draaien. En je wilde graag een liedje van mij... Ah, ja. En ik heb gezegd, ja, jij met je discobar overal gaan spelen en allemaal zo die ambiance nummers, hè. Daar is er maar eentje dat kan, hè. En dat is klap, dit, klap. Hè. Ja. En de mensen dat niet zouden kennen en die nu aan het kijken zijn, die raad ik aan om hun televisietoestel iets luider te zetten, want het is echt wel een uptempo, tof nummer. Oké, klap, klap dus. Joren Dumont van Blind Getrouwd is onze gast. En we waren daarnet gekomen bij de deelname aan Blind Getrouwd. En dat je zei, ja, je hebt heel veel gepraat met al die psychologen, de mensen die jullie eigenlijk heel dat traject begeleid hebben. Ja? En je zei ook dat volgens jou die mensen jou beter kennen dan tis eender wie. Maar dan denk ik, hadden zij dan geen betere keuze kunnen maken dan Lien? Want het is duidelijk dat Lien toch niet de vrouw van jouw leven is. Ja, ik begrijp waarom dat je dat vraagt. Maar, weet je wat dat is, hè? Ik weet dat ik op wetenschappelijk vlak een goede match ben met Lien. Allee, dat weet ik. Dat weet ik heel zeker. Je kent ze ondertussen, hè? Ja, exact. Dus ik bedoel, we hebben alle twee een enorme affiniteit met de horeca. Hè. Zij heeft een eigen zaak. Ik werk al quasi heel mijn leven in de drankensector. Ze heeft een tattooken voor haar overleden grootouders op de binnenkant van haar arm. Ik ook. Oké, je zou kunnen zeggen, maar het geeft wel iets. Ja, het geeft wel weer waar je... Reizen, Italië, met een boot varen, dat doen wij ook alle twee. We hebben alle twee ook ons vaarbewijs. Dus er zijn meer dan genoeg stukken waarom te zeggen dat... Match. Ja, exact. Mm. Wat dat de experten niet kunnen voorspellen, dat is natuurlijk een beetje hoe dat je gaat reageren op toch wel een heftige impact van heel veel een camera mee te hebben in je dagelijkse leven. Je bent nooit alleen. En dat, daar had Lien het wel soms wat moeilijker mee als ik. Ja.
En dat kun je daar niet kwalijk nemen. Dat is ook heftig. Ja, ja, maar als zij natuurlijk zich ergert, bijvoorbeeld, hè, aan bepaalde dingen die boven water komen, hoe jij ook bent, zal ik het zo zeggen? Dan reageert zij op haar manier waarop dat jij zegt, allee, hoe reageert die nu? Dus dan ben je eigenlijk constant op je hoede. Ben je dan nog jezelf? Ja, dat is iets dat ze u echt wel van in het begin wel meegeven van, zeg gewoon jezelf en dan komt het goed. Ja, weet je? Ja. Dus je probeert gewoon jezelf te zijn. Tuurlijk hebben dat zo een keer gezegd. Hè. Als de camera's niet draaiden van kom aan Lientje, laat ons hier een keer. Dat je binnen een paar maanden, als ze dat effectief uitzenden, dat je geen spijt hebt dat je bepaalde dingen toch niet geprobeerd hebt. Of dat je toch niet genoeg hebt opengesteld misschien. Ik zeg het, dat is een beetje een reactie van het menselijk lichaam. Als jij dichtklapt, dan klapte jij dicht. Mm-hmm. En ik vind niet dat er iemand daar dat moet kwalijk nemen. Nee, natuurlijk niet. Soms de reacties in de social media zijn heftig. Zijn keihard geweest voor haar. Hè. Ik vond dat eigenlijk ook wel erover vaak. Dat kwetst dat ik denk, echt. Ja, natuurlijk. Maar beter niet lezen natuurlijk, maar ja. Ik heb het nooit gelezen. Ik heb mijn Facebook van mijn telefoon gesmeten al die maanden. Ja, jong. Ja, dat wilde jij allemaal niet lezen. Nee. Maar het is ook niet omdat jij het leest. En jij krijgt ook wel zo wat... zal ik het mediatraining noemen? Alleen van te zeggen, je krijgt tips. Van de productie. Lees dat niet, doe dat niet. Je kunt daar ziek van worden, dat klopt ook. Ja. Maar dat neemt niet weg dat mensen... beter, en ik weet wat ik hier nu ga zeggen, dat ga geen hol uitmaken. Maar ik ga het toch proberen. De mensen moeten beseffen, als ze hun gsm uit hun zak pakken en echt de moeite doen om iemand te vernederen voor heel Vlaanderen, dat niet oké is. Ja, ja. En dan moet je eigenlijk ook de vraag stellen, als je dat dan gedaan hebt, voelt u nu beter? Waarschijnlijk niet, hè? Ja, nee. Wat is dat nou? Nee. Dat is toch belachelijk? Ja. Dus, maar jij kon er waarschijnlijk beter mee om. Jij bent ook niet zo aangevallen als zij. Ze hadden zoiets van, nog armen die jongen. Maar in het begin ben ik ook... ik was ook veel te druk, hè. Je mocht dat niet vergeten. Ja, ja. Hè. Iedereen zegt altijd van lean. Maar die aflevering dat ik getrouwd ben, die heb ik gewoon afgezet. Hè. Ik vond mijn eigen zo lelijk om naar te kijken. Echt. Bedoel je door... De drukte door... Ja, veel te nerveus en veel te druk. Maar maar dat begrijpt iedereen wel. Ik wou dat gewoon goed doen. Dat begrijpt iedereen wel. Als je daar staat om voor Vlaanderen blind te trouwen. En dat je dan ook voor de eerste keer je schoonfamilie ziet. En ook je bruid. Dat je daar een reactie op geeft, is normaal, hè? Ja. Maar ik heb dat meisje wel een beetje overdonderd in al mijn enthousiasme. Ja. Dat was ook niet nodig. Nee. En dan de weddingschap met Christophe. Christophe had gezegd, ik wed dat de eerste huwelijksnacht het al boenke is. Ja, en Christophe heeft wel de weddingschap verloren. Ik dat zeg is het. Zeker waar. Ik zeg het er maar even bij voor de mensen. Dat ze nu denken, daar wisten we niks van. Hij heeft de weddingschap verloren. Ja. Jij hebt dan... met hem afgesproken dat hij iets moest doen. En dat was een liedje zingen met jou. Ja, het liedje van ik heb 3 haren op mijn borst. Ik ben een beer. Ja, ken het? Ja, natuurlijk. Van jou, hè. Van jou, hè. Dat is mijn single. Ja, het is dat. Nee, maar ik kan niet zingen. En ze hebben daar heel veel moeten aan sleutelen in die studio. Ja. En dus dat hebben jullie dan gedaan. En dat draai je dan waarschijnlijk op je parties waar je gaat draaien. Ja, natuurlijk. Maar wij kennen dat liedje echt wel al lang. Oké, we zijn ook carnavalisten allemaal bij ons in de buurt. Ja. Maar... dat is een lelijk nummer, hè. Dat is een verschrikkelijk nummer, dat slaat ook op niks. En we kunnen het niet draaien, want er is geen clip van, dus we kunnen het niet draaien. En hij gaat het ook niet zingen, dus helaas, dus gaan we dat niet doen. Dus we gaan iets anders draaien. Vind ik een goed idee. We gaan iets draaien, speciaal voor jouw vader. Ja. Want hij is... Ja, hij is enorm fan van het nummer My Way van Frank Sinatra. Maar dat kon ik niet kiezen uit uw playlist. Dus, dat zat er niet in, hè? Nee, voilà. De Nederlandstalige versie van Wiltura. Wiltura, die ook de keizer is van het Vlaamse lied. En helaas gestopt met optreden in elk geval. En Christophe gaat daar een heel mooie concertreeks in het najaar van neerzetten. Dus ik dacht van, laat ons dan de Nederlandstalige versie kiezen van Wiltura. Alleen gaan. Voilà, Wiltura.
Dat was Wil Tura met Alleen Gaan. Een nummer, een verzoeknummer van Joren Dumont, onze gast vandaag in de studio. Joren, als ik zo het een en het ander van jou lees, dan hoor ik en zie ik dat jij een grote fan bent van Jan de Tavernier. Dat die u wel kan krijgen. Maar enfin. Ja, ik heb dat ooit een keer gezegd in een interview of zo. Ah, maar dat zijn echt uw woorden, hè? Ja, nee. Ik heb daar heel lang moeten over nadenken. Dat zie je natuurlijk niet als je dat interview leest, wat die journalist vroeg. Ja, zoiets van... Celebrity crush? Ja, maar ik had toen juist die musical gezien, ik geloof van Daans of zo. Ja, en zij speelde daar een hoofdrol in. Ja. En ja, als je zo'n musical ziet waar dat er zo... Ja, een vrouw echt de show steelt, kei mooi zingt. Mooi uitziet, stralend, verschijnt. Ja, dan verschijnt. Dacht ik wel even zoiets van... Ja. Amai. Ja. Maar, dan gaan we weer een paar jaar terug. Jij hebt al eens een celebrity crush gehad. Nee. Want jij bent samen geweest met Kathleen Aerts van K3. Dat is jou. Ben jij bijna een jaar... de partner geweest? Ja, eigenlijk iets langer in techten, maar zeg, ja, tegen dat ze dat weten. Ja, dat klopt. Hoe is dat zo gegaan? Hoe is dat zo gekomen? Oh, de Christophe. Christophe. Ja, die is eigenlijk een goeie voor jou. En zo geschieden. Ja, hij heeft gezegd, zij was alleen en zij wilden eigenlijk wel een vrijer of zoiets. En jij waart ook alleen en Christophe zei, ah wel, dat is een goede match. En hij had gelijk, hè? Ja, dan zijn we een keer afgesproken en voilà, ja, van het een is het ander gekomen. Ja. En waarom is het dan uitgeraakt? Oh, te jong. Wij schelen wel wat. Ik denk dat wij een kleine 10 jaar schelen, Kathleen en ik. En, ja, dat jij jonger bent, hè? Ik was 2. Ik wil erbij vertellen, dat jij jonger bent. Ja, je zou het niet zeggen, ik weet het, maar ja. Ik heb al goed geleefd, hè. Nee, maar ik was 22 jaar, denk ik. Ja. En de Joren... Je moest toch alles ontdekken? De Joren van toen is ook niet dezelfde als de Joren van nu. Hè. 22 nee, jaar is echt nog wel heel jong. Ja. En je bent nog in contact met haar? Of niet meer? Maar in C, echt heel veel contact hebben wij niet meer. Ik heb wel via het reisbureau van haar man Steven... Heb ik de chance gehad om een aantal jaar geleden een keer naar Zuid-Afrika te gaan. Aha. Dat is echt de moeite, hè. Schijnt, hè. Ik hoor dat van iedereen die dat zo'n... Ja, wat is dat eigenlijk? Dat is een echt in the wild, hè. In dat het wild, hè. Fantastisch. Dat is zo'n mooie mix... zo Cape Town en alles daar rond. Van natuur met toch wel een beetje die Europese invloeden, vond ik. Van de stad en de haven in Kaapstad. Echt tof. Daar wil ik heel graag nog eens terug gaan. Ja. En als je zegt, ik ga daar nog eens naartoe, dan Zuid-Afrika. He, want Afrika is groot, hè? Dus je wil echt wel Zuid-Afrika dan. Absoluut. Ja. Heb jij iets met wilde dieren? Waarom vraag je dat dan nu al? Ik weet niet. Maar ik zeg iets met wilde dieren. Wat is ja, dat van een ja, rare dat vraag. Je zegt dat dat dus geweldig was. Dat je dat nog wel eens opnieuw. Ja. Sorry, hè. We gaan. Serieus. Heb je iets met wilde dieren? Nee. Heb jij zelf een dier? Nee. 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 Te veel weg. Nee. Ik had 2 goudvissen en zelfs die heb ik bij mijn moeder moeten afzetten. Want, je moet die eten die geven, hè? Ja, ik ben te weinig thuis. Ja. Ik moet daarin eerlijk zijn. Ik zie heel graag honden, katten, maar ik ben daarvoor te weinig thuis. Ja. En ik denk dat je dan eerlijk moet zijn met je eigen. En je moet geen beest in huis pakken als je niet een tijd hebt om... Nee, maar aan de andere kant hoor ik in het gesprek daar straks, je zou graag een kind of kinderen hebben. Maar jij hebt nog geen partner. Of heb je ondertussen een partner? Nee. Ik heb want nog je mag geen het partner. Gewoon zeggen, hè? Je mag het zeggen, hè? Nee. Ik heb nog geen partner. Ik heb wel iemand, een heel toffe madame leren kennen. Maar ik ben daar zo voorzichtig in geworden dat ik dat... Ja, maar je moet wel opletten, hè? Of ze wordt gepikt door iemand anders, hè? Als je zegt van, ja, ik moet opletten. Je moet er toch voor gaan. Ja, maar ik bedoel...
Op het gemakske. Ah, ja. Verstaan je wat ik bedoel? Ja. Je wil het niet aan de grote klok hangen. Dat wil je zeggen. Zoals hier bij Ment in mijn programma. Wil je dat niet aan de grote klok hangen? Michakke, je weet dat ik u graag zie, maar ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Daar gaan we nu echt eens niet over spreken. Maar ik ga ervan uit, ja. Dus binnen x aantal tijd is er misschien wel... There comes the bride again. Ja, ik wil dat wel eens. Wacht eens even. Maar heb jij nu op jouw officiële papieren uit de echt gescheiden? Ja. Ja, dat is echt waar. Dat is wel... Ja, als dat dan maar voor te lachen was. Nee, dat is niet is... Nee, maar ja, ik bedoel... Ja, dat is echt zo. Maar dat weet op voorhand. Hè. Ik bedoel, ja, vind ik dat ambetant? Goh ja, ergens wel. Hè. Had ik dat daar liever niet zien staan. Maar dat is niet het einde van de wereld. Hè. Heel veel mensen scheiden. Mijn ouders zijn zelf gescheiden. En die komen supergoed overeen. Maar ik dacht ook dat dat er nu niet meer zou opstaan. Ik heb eens gelezen... Ik heb dat ook gelezen. Dat men dat ging afschaffen. Dat dat er niet meer opstaat, hè. Dus drink maar. Ja, ik ga muziek draaien. En het is Bart Peters heb je gekozen. Tot jij weer van me houdt. En dat was nog Bart Peters. En Joren is nog eventjes bij ons, niet lang meer. Joren, jij bent ook een wijnkenner, hè? Jij doet degustaties en zo allemaal. Ja. Is dat voor echt? Je kunt mij boeken? Nee, dat is werkgerelateerd. Ja, ik werk voor een hele grote groep die dranken verdeelt. Carlsberg, zeker? Carlsberg, ja, ik wou de naam niet noemen, omdat ik weet dat je geen... Hier mag dat, hè? Carlsberg. Maar ja. Zeg het nog eens. Oké, dus ga verder. We hebben ook een wijnafdeling. We hebben de mogelijkheid gehad om ons te vormen via een Londens erkend wijnopleidings... Oh ja? Schizzelachtig ding. WSET noemt dat. Een sommelier gaat dat niet graag horen, want een sommelier die staat daar en ik stond daar. Mm-hmm. Hè. Maar we zitten ondertussen toch wel al niveau 2 afgerond. En we gaan nu aan niveau 3 en dan... Mag ik wel zeggen dat ik al iets over wijn kan vertellen? Okay. Over de druiven, de afkomsten. Ah, ja. En dat is uit interesse of is dat omdat het voor het werk is? Het is echt een passie geworden. Ik heb ook achter mijn keuken thuis zo'n wijndegustatieruimte gemaakt. Ik heb dat gezien, in uw tuin zo, hè? Half in de tuin. Zo'n man cave. Ja, exact. Ja. Leuk. Ja. Je moet een keer komen, hè? Ja. Nou, we vragen iedereen mee, hè? Voilà. We vragen iedereen mee. Goed, dan nog eventjes, want je bent helemaal gek van jouw petekindje. Monake. Ja. Oh. Hebben er nu ondertussen al een tweede? Een tweede petekindje? Nee. Monake. Maar uw broer heeft wel een tweede kindje? Nee. Ook nee? Wie heeft er dan Monake. Nog een kindje? Niet dat ik weet. Uw halfbroer? Monneut. Ook nee? Michel is een slecht geïnformeerd. Nu ben ik heel slecht geïnformeerd. Ja, we gommen dat uit. Hè. Dus 1 kindje is genoeg. Petekindje. We zien hier trouwens een heel leuke foto in carnavalkostuum. Ja, we zijn eigenlijk allemaal, heel de familie, zijn echt carnavalisten. Ja. En dat was Mona haar eerste carnaval. Dat was ze 1 jaar. Ja. En wij hadden alle twee een tijgerpakje aan. Ja. Ja. Of een leeuwenpakje. Dus ik vind dat een supercoole foto. Ja, heel mooi. Maar we zijn nu bijna gekomen aan het eind van het programma. En ik wil nog 1 ding. Ik wil nog een liedje draaien van Queen. En ik wil dat draaien, omdat ik weet dat Freddie Mercury op jouw toilet hangt. Alleen een foto, hè? Ja, anders zou het een beetje raar zijn. Ja, dat klopt. Is dat niet een beetje onrespectvol? Goh, maar mijn toilet die is zo ingericht met allemaal foto's van helden. Ah, oké. Okay. En hij hangt daartussen, maar evenzeer ons moeder of dingen. Het is een heel leuk toilet. Oké. Okay. Ook daar ben je eens uitgenodigd om... Dat zal dan zijn, als ik eens een glaasje wijn kom drinken, dan zal ik dat toilet wel bezigen. Oké, okay, goed, dan gaan we daarmee afsluiten met Queen. Want dat is... Dat zijn ook bonken nummers om met jouw broer samen te draaien op jullie vele optredens, hè, als DJ's. Goh, de hoe heet vele dat? Optredens. Hoe heet dat? Die Dumonts noemen wij. Dus Die Dumonts. Ja, onze achternaam in het Duits. Die Dumonts. Dat is een beetje begonnen als een grap. En uiteindelijk, ja, nu... We hebben dat ook wel gelimiteerd tot 2 keer per maand. Allee, omdat wij nog een leven hebben daarnaast. Ja. En er zijn DJ's die veel meer kennis hebben van het vak
Maar niet iedereen maakt er zo'n ambiance van, hè? Want het is echt feestmuziek apres-ski, wat jullie draaien. Apres-ski, ja. En een beetje onnozel doen met die micro. Ja, ja. Ah wel, goed. We gaan afronden en we gaan dit lied, This Thing Called Love, hè? Dat was het, gaan we draaien voor jouw nieuwe vriendin. Och jongen. Ik hoop dat ze ervan zal genieten. En jij ook, bedankt. Ik plaag je graag. Je bent heel, heel leuk om te plagen daarom. Ah ja, okay. Joran, bedankt. Nee, veel succes. Het was veel geluk. Superleuk om hier te zijn. Ja, helemaal insgelijks. En ik hoop, dames en heren, dat u ons gegichel heeft kunnen waarderen. Ik dank u voor uw aanwezigheid aan de andere kant van het toestel. En ik maak een afspraak voor volgende week voor een nieuwe Hadi Misha. Tot dan.